Karin Brouwers van de CD&V is intussen bij mij komen zitten. Dag mevrouw Brouwers. Ja, zorgen over de plannen van de Brusselse regering om de E40 en A12 op haar grondgebied om te vormen tot stadsboulevards. Nu, bij de start van de werken aan het Reijerscomplex in de lente vorig jaar waren er ook grote zorgen. Het zou grote chaos zijn. Moeten we een jaar later toch niet vaststellen dat het al bij al allemaal bijzonder goed is meegevallen? Wel, ik heb de indruk dat de pendelaar wel zo slim is om, als de alternatieven er niet zijn, die zelf te zoeken. En dat er onder andere sluipverkeer is via andere wegen, het onderliggende wegennet, zoals dat heet. En dat er allicht hopelijk ook wat meer mensen de trein zijn beginnen nemen. Is dat niet de bedoeling? Wel, absoluut. En ik ben ook niet tegen het feit dat de Brusselse regering op haar grondgebied het leefbaarder wil maken voor omwonenden, de verkeersveiligheid wil stimuleren enzovoort. Maar het gaat dan vaak over de manier waarop dit gebeurt. Ja, maar als u zegt de manier waarop, waarom neemt u de telefoon niet, belt u even met Bianca de Baat, dat is een partijgenoot van u, en die maakt deel uit van die Brusselse regering? Ja, dat doen wij ook. Het is niet dat wij die niet... Ik zie haar wekelijks op ons partijbureau en wij spreken uiteraard over de mogelijke conflicten, maar de bevoegde minister in deze is wel niet Bianca de Baat. Nee, dit is Pascal Smet en de bevoegde Vlaamse minister gaat die, is Ben Weitz. En ik heb het gevoel dat die twee ministers nog niet zo heel veel gecommuniceerd hebben, onder andere over dit probleem. Ik vind wel dat hij hier ineens heel snel gaat. We weten al veel langer dat men de E40 vlak voor de tunnels van 6 naar 4 rijstroken wil brengen. Wij vragen vanuit Vlaanderen daar al heel lang ook een proefopstelling. Die is er nog steeds niet gebeurd. Nu komt daar plots iets tussen gefietst, want daar gaat het eigenlijk over in verband met het nieuwe statuut voor die weg, die in plaats van het autosnelweg, van 120 kilometer naar 50. Die gaat naar 50, maar mevrouw Brouwers, in de tunnels, heel plots. In de tunnels waar de E40 vandaag in uitmondt, dan mag je vandaag ook maar 50 kilometer per uur rijden. Moet je tegenspreken. Omdat nu of 70. 70, enfin, 70, dat is het gekke, maar dat zullen ze nog wel aanpassen. Een beetje verder in de tunnel wordt het dan toch 50. Ja, ja. Om dat nu een paar kilometer eerder te laten beginnen, kan dat zo'n groot verschil uitmaken? Wel, we zullen de effecten daarvan zeker moeten afwachten. En laten we hopen dat het allemaal meevalt. Maar waarom ik de vraag ook heb willen stellen, is omdat er ook plots vanuit het niets die A12 bijkwam. Waar men dan ook van het aantal rijstroken wilde gaan verminderen, waar er sprake is van ooit wel eens een overstapparking. En ik was dan ook heel tevreden dat de minister zei dat dit niet voor zo meteen is, maar misschien pas voor binnen 3 of 5 jaar, zodat we daar verder impactstudies en voor, zo... Voor die begeleidende maatregelen, die flankerende maatregelen, overstapparkings, aansluiting op het tramnet in Brussel, wordt er gekeken naar de Brusselse regering. Doet Vlaanderen genoeg aan de aanbodzijde? Ik denk, dat is nu misschien onvoldoende aan bod gekomen in de vraag, maar wij zijn natuurlijk ook bezig met het Brabantnet. Dat is een tramnet naar en rond Brussel. Dus het antwoord is Vlaanderen. Ja, ik denk dat we daar wel op schema zitten om een aantal dingen te doen, ook fietsnelwegen. En doet de federale overheid genoeg? Want uw partij maakt er ook deel van uit. En ik hoor Elke van den Brand van zeggen, er wordt beknippeld op het budget van de NBS en dit is dan het gevolg. Het is te zeggen, we hebben onder andere vanuit Leuven hebben we al het gewestelijk expressnet dat helemaal is uitgerold. Ik weet niet of je daar nog zoveel meer kan doen. Bijvoorbeeld vanuit Leuven hebben wij tijdens de spits 5, 6 treinen. Dus ik weet niet of daar nu echt het knelpunt zit. Misschien wel vanuit andere hoeken vanuit richting Brussel. Kan ik me voorstellen dat dat misschien nog minder goed is uitgewerkt. En de besparingen die er geweest zijn op de NMBS, die kunnen wij ook alleen maar betreuren als die inderdaad ten koste gaan. Maar ook daar zit uw partij mee in de stuurknuppel. Ja. In de stuurcabine, moet ik zeggen. Ook weer niet de bevoegde minister natuurlijk. Maar en we weten dat de federale overheid echt geen geld te veel heeft. Maar als we moeten kiezen, zal er toch in een volgende legislatuur zeer goed moeten nagedacht worden. Kijk naar alle klimaatbetogingen die we nu ook hebben, om na jaren van besparingen in openbaar vervoer daar toch terug meer te gaan vandaag investeren. Vandaag pleiten voor de auto, want dat lijkt dan toch wel een beetje, als ik u die vraag wil zeggen, is natuurlijk niet zo populair, hè, in tijden van klimaatmarsen en bosbrossers. Nee, het is niet dat ik pleit voor de auto, maar ik vind wel dat er meer overleg moet zijn en dat mensen alternatieven moeten hebben. Ik denk dat er best nog wel heel wat mensen de auto willen laten staan. Die zitten ook niet voor hun plezier in de file.
Maar er zijn niet altijd de nodige alternatieven vanuit alle hoeken. En ja, daar, als het wel goed afhangt, hoop ik van daar meer in te kunnen investeren. Als iedereen alternatieven wil, en dat horen we toch bij zowat iedereen, dan gaan die er wellicht zeker en vast komen. Bedankt voor dit gesprek. Laten we het hopen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.